Je evenement, party of any other entertainment, promote je het best in Wat is Gaande. Wat is Gaande is een social media product van DTV Express. Wij komen op jouw gewenste locatie, compleet met cameracrew, en geven jou de gelegenheid live jouw evenement of party te promoten. Contact onze redactie via DTV Express. Goedendag kijkers, ik ben Maisha Neus en dit is een nieuwe aflevering van de Nieuwe Politiek. Vandaag gaan we in gesprek met de welbekende Sergio Gentle, Marleen Cameron en Raoul Hellings. We praten met ze als kritische Surinamers, jonge Surinamers die meestal het voortouw leiden als het gaat om onrecht in Suriname. Goedendag mensen, hoe gaat het met jullie? Ik ga gelijk met de deur in huis vallen. Centrale bank kwestie, wat is jullie mening daarover en kan... Want ik weet dat jullie alle drie hoogopgeleid zijn. Kunnen jullie aan de kijkers een beetje uitleggen hoe dat precies zit, meneer Gent? Hi, goeiedag, goedemiddag. Nou, ik denk dat je moet beginnen aan het begin. Om te weten hoe die overheidsfinanciën werkt. Als je dus als ondernemer een dienst wil leveren voor de staat, dan is de staat verplicht om, vooral wanneer het gaat om bepaalde hoge bedragen, is men verplicht een openbare aanbesteding te houden. Dus om concreet antwoord te geven, denk ik dat het goed is om even uit te leggen hoe dat allemaal in zijn werk zit. Er moet een openbare aanbesteding worden gehouden. Dan heb je dus een aanbestedingscommissie. Dus je hebt een openbare aanbesteding. Er wordt een aanbestedingscommissie ingesteld. En dan heb je een commissie die gaat toewijzen wie de tender is die dus... die dienst mag leveren voor die overheid. Dus welke ondernemer de opdracht heeft gekregen? Ja. Die zaken gaan dan met een raadsvoorstel naar de Raad van Ministers. En er wordt daar een besluit genomen. Toch? Ik denk dat ik het een beetje verkeerd heb uitgelegd. Nee. Er is een behoefte. Laat me zo zeggen. Er is een behoefte. Zeg maar, een organisatie wil auto's kopen. Mm-hmm. En die gaat dan een raadsvoorstel opmaken en sturen naar de Raad van Ministers. En zeggen van, luister, we hebben de behoefte om dit aan te schaffen. Mm-hmm. Dan, dat raadsvoorstel gaat dan naar de RVM. En dan wordt er een besluit genomen of men inderdaad zoveel gaat aanschaffen of dat men gaat inkorten. Dan krijg je een beschikking. Mm-hmm. Een missieve. Dan komt er een openbare aanbesteding. Die openbare aanbesteding vindt plaats. De aanbestedingscommissie, een toewijzingscommissie. En er wordt dan besloten wie gaat leveren. Wanneer uiteindelijk is besloten wie gaat leveren, wordt er weer een raadsvoorstel opgestuurd naar de Raad van Ministers. En dan wordt er een besluit genomen. De leveringsvoorwaarden, noem maar op, de betaling en dat soort zaken. Wanneer dat is geschied, dan wordt de persoon in kennis gesteld, of die organisatie wordt in kennis gesteld van, luister, we gaan zaken doen met je. Wat je dan krijgt, is dat dat bedrijf of de persoon nog diensten gaat verlenen aan die overheid. En die betalen afspraken, al dat soort dingen zijn al vastgelegd. Wanneer je dus hebt geleverd, dan krijg je een reçu. Dat is zo'n een betaalopdracht, een bewijs, een bon. Dat aangeeft dat je recht hebt op betaling voor geleverde diensten. Wanneer je dus kijkt naar deze concrete case, waarbij er vervalste reçus is opgemaakt, dan vraag je je wel af hoe dat kan, omdat er binnen dat systeem van overheidsfinanciën een aantal checks en balances zijn. Ik dacht bij de vorige regering, hou me ten goede hoor, heeft men een zo'n financiële administratiesysteem doorgevoerd op alle ministeries waarover financiën controle uitoefent. Dat is free balance. De zaken worden daar ingevoerd in free balance, alles wordt geüpload en financiën is de laatste schakel, de waakhond, die gaat erop letten om te kijken van zijn alle dingen correct? Is wat er is afgesproken correct? En dan gaat financiën dus over op basis van die gemaakte afspraken voor betaling, als het nou 2 tranches zijn of 3 tranches. En dan gaat financiën nu, dus die autorisatie wordt gegeven. Normaliter is het de minister van Financiën die procuratiehouder is met een directeur of 2 directeuren. Weet niet hoe het in deze situatie is. En dan worden die zaken dan, die betaalopdracht wordt dan naar de centrale bank gestuurd. En dan wordt die rekening van de staat aangesproken van, luister, deze organisatie moet worden betaald, uitbetaald. Dus dat verhaal van vervalste reçus levert dat 2 vragen op. Wie heeft geleverd?
En voor welk ministerie is er geleverd? Als er voor een ander ministerie is geleverd, dan betekent het dat er op dat desbetreffende ministerie een samenwerking moet zijn tussen die medewerkers daar bij de financiële afdeling en financiën. Want die moet uiteraard autoriseren. Is het gebeurd op financiën, dan is het wel een extra kwalijke zaak, omdat financiën de laatste schakel is die zou moeten controleren of de zaken correct zijn of niet. Dus die vraag is een beetje vaag. Het is niet zo makkelijk te beantwoorden, omdat we dus die informatie niet hebben wie wat heeft gedaan. Toch? Waarmee? En wie heeft vervals? Dus het is een beetje een moeilijke vraag om te beantwoorden. Maar zoals ik dus eerder uitlegde, je zou wat additionele informatie moeten hebben om antwoord te kunnen geven op die vraag waar het verkeerd is gegaan en hoe het kon zijn gebeurd. De VP heeft aangegeven dat sinds april er onderzoek is gekomen, maar de Centrale Bank is eigenlijk kort nadat meneer Bouva in het parlement naar buiten is gekomen met deze case pas met een verklaring gekomen. Waarom denkt u dat dat is, meneer Helling? Ik zou het niet weten, maar ik denk dat als je zo mag luisteren, dat men dus dat een angstvallig geheim heeft willen houden voor de samenleving. En dat is, als je mij vraagt, enkel en alleen om te voorkomen dat die slechte reputatie die de regering al heeft, nog slechter zou gaan worden. Nog die geloofwaardigheid. Dus er is zoveel beloofd, transparantie, integriteit. En we zien dat in feite het vertrouwen in die regering al tanende was. En ja, men kon op dat moment deze slag feitelijk niet verdragen. Of niet, men zou het niet aankunnen. En men heeft er dus alles aan gedaan om het geheim te houden voor die samenleving. En mij denkt dat als Bouva of wie dan ook niet met die informatie naar buiten was gekomen, dat we nooit daarover iets daarover zouden houden. En dat men het binnenskamers op de een of andere manier zou willen oplossen. Of in het uiterste geval zou men niks erover zeggen. Als we nu, kijk, nu is het naar buiten gekomen en het gaat om best wel hoge bedragen. Heel veel geld. Jullie zijn agenten. Zouden jullie ons misschien een beetje... Marleen, los van Marleen. Maar zou u, als in uw ervaring, wat zou eigenlijk nu het proces moeten zijn om na te gaan? Want zoals meneer Gentle eerder gaf, het heeft meer vragen opgewekt dan antwoorden. Dus ik neem aan dat er dan een onderzoek zou moeten komen en om achter bepaalde antwoorden te komen. Wat zou dan eigenlijk de gang zijn naar een rechtvaardig proces? Meneer Gentle, sorry. Ik denk dat nu men zegt dat die zaak dat er aangifte is gedaan, dan is het te verwachten dat het Openbaar Ministerie een GVO gaat gelasten. Toch? Gerechtelijk vooronderzoek om na te gaan wie wat heeft gedaan en hoe het kon zijn gebeurd. En ik denk dat het GVO eindigt op het moment dat de zaak wordt afgeroepen bij de rechter. En wanneer je dus nu kijkt naar die situatie, hebben we ook geen antwoord gehad op wat er volgt als er een GVO is gekomen. In elk geval, ik vermoed dat er wel een GVO moet zijn gekomen, omdat er uiteindelijk beslag is gelegd op de rekeningen. Dus, Zit men nog in de opsporingsfase? Dus we kunnen daar niet echt antwoord op geven. Er is geen informatie, los van het feit dat er naar buiten is gekomen, dat er dus de staat is opgelegd voor zeker 40 miljoen. SRD. Toch is er geen additionele informatie naar buiten gekomen. Op straat wordt er een heleboel gespeculeerd, er wordt een heleboel gezegd. En er is ene naam, Kontje Bihari, genoemd, wat op zich voor mij heel erg sterk is. Toch maar. Ja, we hebben het nu even over Blakka. Is Blakka de man met de miljoenen? Ja, ik bedoel van nee hoor, dat soort verhaaltjes. Zo, ik kan mijn jongetjes van 3 jaar komen vertellen dat Blakka de schakel is achter dat heel ding. Dat gelooft u dus niet? Absoluut niet. U laat niet op die manier met uw intelligentie zollen. Nee, niemand zolt met mijn intelligentie. Niemand zolt met onze intelligentie. Blakka lijkt me niet. Tenminste, ja, je kan zeggen, van de eerste foto kan je niks afleiden. Maar als je dus kijkt naar die foto van Blakka, dan lijkt Blakka niet de intellectuele dader te zijn. Meer ook gewoon een pion die wordt gebruikt, zeg maar. Blakka is naar mijn gevoel gewoon een mule die gebruikt is in het geheel proces. Maar is waarschijnlijk met een zeker economisch gewin, heeft men Blakka benaderd om de zaken te gaan doen. Maar laat mij gelijk eens Het is een doorgestoken kaart dat Blakka niet het brein kan zijn hierachter. Ja.
Maar voor ik verder wil gaan, want ik heb in de comment section van je gelezen dat bepaalde kijkers van je hebben gemist in welke hoedanigheid we hier zitten. Als kritische burgers van Suriname, maar ik zal het even weer herhalen, Sergio Gentle uit de politiedienst, Marleen Cameron, ambtenaar, ex-bestuurlijk deskundige, en mijn favoriet meneer Hellings, ook uit de politiedienst. Maar ze zitten hier vandaag niet als zodanig, maar als kritische Surinamers die hun mening geven over een aantal actualiteiten. Mevrouw Marleen Cameron, wat is uw kijk, want ik heb net met meneer Hellings en meneer Gentle gesproken, wat is uw kijk op dit hele, deze hele issue? Gelooft u dat er hier schot in de zaak komt, of zoals we Suriname gewend zijn, doofpot? Nee, ik heb gisteren erop gewezen dat we ervoor moeten zorgen dat dit niet in de doofpot gaat. Het is ronduit beschamend, deze situatie, deze case. Natuurlijk heb je de informatie van de straat. Je hebt de informatie vanuit het netwerk. En je hebt de informatie wat de overheid of de regering jou, of de autoriteiten jou willen doen. Laten geloven. En we moeten gewoon radicaal, we moeten gewoon eerlijk zijn over hoe het in Suriname reelt en zeilt. Het belangrijkste is dat we een bevestiging van de centrale bank hebben gehad, dat het gaat om 40 miljoen. En wat mij boos heeft gemaakt, is hoe de mensen met een bepaalde bevoegdheid in het bestuurlijke van ons land omgaan met cases als deze. En zeker dat men het electoraat bij de loep neemt. Dit electoraat, de burgers zijn naar de stembus gegaan voor een beter Suriname, voor iets anders. En als er iets zich afspeelt, dan ga je niet in je binnenkamers bezig zijn. En als een stuk uitlekt, dat je mij als autoriteit, als president, ben je niet in het parlement. De VP is daar de hoogste persoon dan, die ons te woord zou moeten staan. En we zien openlijk dat de VP het schuift naar een minister. Van Defensie nota bene, die niks ermee te maken heeft. Toch, dus, en dan ietsje daarna, ik heb begrepen dat hij volgens mij daarna heeft aangegeven dat hij op de hoogte was. Ja, dus moeten we blij zijn met die informatie. Moeten we blij zijn met die informatie. Moet ik blij zijn dat je ervan op de hoogte was. En weet je wat zo storend werkt? Ja. Want ik ben nu daadwerkelijk gefrustreerd. Toch? Die regering is gekomen, er is zoveel beloofd, transparantie, integriteit, anders. Er zijn koppen gerold, mensen zijn ook rancuneus, bejegend. Goed. Op den duur ben je daar als burger, als ambtenaar, en er wordt van je gevraagd dat je een solidariteitsheffing. Het is gewoon dat men een inbreuk heeft gepleegd op je salaris. Een solidariteitsheffing, ik weet niet of er een extra belastingsschaal is toegevoegd. Een jaar lang hebben we moeten inleveren. De prijzen van nagenoeg alles zijn omhoog gegaan. EBS sms't ons in de dag bijna 30 keer dat er een verhoging aangekondigd wordt. Precies, als je kijkt. En dan ga je zo simpel, zo smooth, gaat 40 miljoen van de staatsrekening af. Precies, toch als je zelf kijkt, een pak boter kost al bijna 100 SRD. Ik ben academicus. Toch, maar om mijn levensstandaard te moeten op peil te moeten houden, ben ik 24/7 bezig. Ik ben politieambtenaar. Ik draai piketdiensten. Ik doseer op 2 opleidingen. En ik verkoop sportkleding. Ik verkoop honing. Ik doe van alles. Legit. Om rond te komen. En dan moet je dus gewoon aanhoren dat 40 miljoen is verduisterd. Of is de staat is opgelegd voor 40 miljoen. Dan moet je vernemen dat er een project is en dat gunstig gezinnen of dat familie en vriend bevoordeeld worden. En weet je wat me nog het meest stoort? De arrogantie waarmee men het brengt. Men het brengt. Toch? Alsof het opgeblazen is. Die minister was gisteren schanteloos bij EDC. As if they don't care. As if they don't care. Toch, dus we hebben het gedaan. Oké, jongens. Om het maar zo te zeggen, lullen jullie even ertussendoor. Het gaat een weekje duren en dan zijn jullie weer stil. En daarna kunnen we overgaan tot onze volgende daad. Even Raoul, ik wil je niet in de reden vallen. En ik ga je zeggen waar deze mensen ons nog meer bij de loek nemen. We hebben die minister gisteren gehoord. Hij heeft alleen bij ABC, Radio ABC gesproken. Maar we zijn niet op ons achterhoofd gevallen. Toch?
Ik ben ambtenaar. Ik heb ervaring. Ik weet hoe die zaken lopen. Als de minister geen procuratiehoogte heeft, voor de kijkers die niet weten wat procuratie, dat wil zeggen, de minister mag bijvoorbeeld die rekening die bij de centrale bank is aanspreken. Hij moet goedkeuring geven om het aan te spreken. Tekenbevoegdheid. De tekenbevoegdheid. Als de minister die procuratiehoogte niet heeft, dan moet hij dat ook netjes komen melden aan ons. Toch? Maar wij weten... Aangeven wie hij dan wel heeft gegeven. Wie het dat wel heeft. Wie het dat wel heeft. Want 40 miljoen is geen 40 SED. Het is geen 40 cent. Nee. Toch? En het belangrijkste hierbij is dat men de contabele regels heeft gewijzigd. Die contabiliteitswet. Ik ben aan het zoeken waar die vernieuwde versie is. Die IFIRMUS. Tussen neus en lippen. Zou dit moeten gepubliceerd worden in Staatsblad? Ja, het zou gepubliceerd moeten zijn. Toch? Ik wil weten met welke bedoelingen het dan niet gepubliceerd is. Want daar kan je alleen lezen hoe de processen moeten gaan. Toch? Dan denk ik niet wanneer we staken. Wanneer een ondernemers of als een schuldeisers wachten op de overheid. Wat krijg je wanneer men staakt? Toch? We horen van die stukken zijn bij financiën. Wanneer jij als journalist of als mediawerker de minister aan de tand gaat voelen. Wat zegt de minister? Ik heb al gefiateerd. En vaak genoeg gaat het ook om miljoenen. Hoe kan de minister voor deze miljoenen niet aansprakelijk zijn? In principe ambtelijk aansprakelijk zijn. Dat die fout is gepleegd. En ik heb ook vernomen, maar dat moet de journalistiek gaan onderzoeken, dat de interne controle op het ministerie van Financiën inactief is. Dat zou wel een heel kwalijke zaak zijn. Bijzonder kwalijk. U bent ambtenaar. Zou u ons een beetje kunnen uitleggen hoe dat die interne controle normaliter zou moeten geschieden, die nu op dit moment inactief is? Nou, wat u weet hoor. Als er collega's zijn die luisteren, mogen ze correcties even aanbrengen. Meneer Gentel heeft het verloop al aangegeven, toch? Hoe het loopt. Ja. Dus wanneer die fiatering komt, en ik weet dat als je, laten we zeggen, ik ben die schuldeiser, dan zou ik bellen naar de centrale betaaldienst om te kijken of mijn reçu al betaalbaar gesteld is. Mm-hmm. Toch? Dan weet ik dat je via een e-mail, toch? Of je krijgt een telefonische bevestiging van dat ministerie, waar je reçu is uitgerold, toch? Van het is al op de rekening. Toch? Zo gaan die dingen. En dan heb je dan de IC, want je moet dan checken, toch? Als ze zeggen dat het in april is gebeurd, je hebt het in mei niet gezien bij controle. Als er controle was, moest je het in mei hebben gezien. Toch? Je moest het mei niet, juni niet. Juni niet. Toch? En het moment dat boven op de proppen komt, of dat boven een brievenbus gevuld is met een stuk. Plotseling komt de bank naar buiten. Dat is de bank naar buiten en dan zijn de justitiële autoriteiten al bezig met een onderzoek. We vinden dat dit maar die zit ik ook bij de look. We werken te hard, Maisha. Onze salaris, ons inkomen is uitgeput. Toch? Ik ga je zeggen, ik doe bijna, ik ben een vrouwtje van alles. Mine vestifu roko. Toch? Wat ik erna doe, ik doe marketing, ik ben een denker, ik kan schrijven, ik schrijf mijn reclames, ik doe al mijn dingen. ETUNE kom uit. ETUNE kom uit. EBS, sms'je, je wordt ziek van de EBS. Dat de EBS je zit te sms'en dat er een verhoging in aantocht is. Die nota bene onterecht is en ik hoor te hoog. Dat brandstof gaat volgen. Ja. Toch? Dus ik zit me af te vragen, en ik begrijp mijn alleen frustratie, want geloof me, ik zit er ook bij. Toch, ik ben ook academicus, ik ben ook een mannetje van alles. Je probeert alles om je gezin te kunnen voorzien. Op de eerlijke manier, laten we dat zo stellen. En dan hoor je ook nog dat de brandstofprijs wordt verhoogd, maar die government take wordt verhoogd. Dan zit je af te vragen, we hebben een solidariteitsheffing gehad, toch? Onze 8% wordt niet uitgetaald. Onze 8% wordt niet uitgetaald, terwijl die regering met de vakbeweging, waar ik erbij zat, waar meneer Hellings erbij zat, heeft gezegd van luister, we kunnen niet tegemoetkomen aan die 85% die jullie hebben geëist. Ik heb me toen gezegd van geef ons een tijdspanne aan van 3 jaar. Hoe vaak je wel die verhoging kan doorvoeren. En ze hebben gezegd van nee, we kunnen niet 85, we gaan praten, maar we kunnen 25 nu. En in juli 8. Alle gesprekken die we hebben gevoerd, had betrekking op die loonaanpassingen die we hebben geëist. Op basis van die inflatie die heeft plaatsgevonden in de afgelopen tijd en op basis van een aantal andere zaken. Wanneer je dus nu naar dat ding kijkt en die overheid zelf zegt van ik geef je 17 nu en 8 in juli,
eind juli. En de mensen hebben niet eens die beleefdheid willen opbrengen om ons weer op te roepen als vakorganisaties. Maar de president, hoe is eigen persoon, die komt op de televisie aangeven. Dat het de inflatie teweeg gaat brengen. En dat het de inflatie teweeg gaat brengen. Dan zeg ik me af te vragen, hoe onbeliefder kan het nog gaan? Die 40 miljoen die in die samenleving nu is gebracht, brengt geen inflatie teweeg, heeft geen inflatoren werking. Tuurlijk wel. Zijn we op onze achterhoofd gevallen? Toch, en ik ga je zeggen, Manja, het is een hart, niemand hoeft ervan te houden. Toch, dikke kosmitamara, dikke kruisig mitamara. Maar het is een mislukte regering hebben we nu. Ja. Toch? Want als je kan zien dat voor de begrotingsbehandeling, toch, hebben ze ruzie gemaakt omdat VHP en ministers of ABAP-ministeries kregen geen middelen. Toch? Als je kijkt wat die middelen, welke middelen zijn vrijgekomen, zijn het bedragen van 200, 300, 400.000. Maar dan geef je in één keer een 40 miljoen weg. Ja. Alsof het niks is. Dus kijk, waarmee zijn we bezig? We zijn niet eerlijk in het systeem bezig. Ik meen te weten dat er bijvoorbeeld, ik denk dat men dus dat geld moet hebben opgespaard ergens, om friends and families te voorzien via dit soort constructies. Er zijn in de afgelopen tijd geen trends opgehaald. Nu pas is men bezig. Mm-hmm. En ik weet dat in die constructies er zeg maar overgewaardeerd wordt. Ja. Dus waar je bij ze van spreken voor het overfacturering vindt plaats, waardoor je dus dit soort friend en family gunningen kreeg. En je hebt geen flauw idee wie er allemaal bij betrokken zijn. En hoe de staat wordt gelicht. Ja. Dus, maar wat ik wel frappant vind van die Surinamese samenleving is dat we, ik weet niet als het te maken heeft met onze geschiedenis, hoor, maar we zijn vrij coulant hier. Nee, het is, Sergio, we zijn niet coulant. Surinamers zijn niet coulant. Kijk, er is een verschil aan informatie. Jij en ik, toch, we zitten vanuit het ambtelijke. Wij weten van de achterkeuken. Hoe weet hoe dat is? De man van de straat. Je kan ze niet kwalijk nemen dat de processen niet kennen. Nee, nu zitten we hier. Voor hen is het een daily struggle. Maar waarom denk je dat Surinamers, ondanks dat ze misschien inderdaad net zoals je zegt, niet alle informatie hebben, omdat ze het gewoon niet kunnen weten, want ze zijn niet eens. Ze leven van de headlines, ze leven van het nieuws. Ze voelen het toch in hun zak, we voelen het allemaal in onze zak. Aan de andere kant, ik denk dat het ook te maken heeft met een stukje dat men in feite, men zich schaamt misschien voor de keuzes die zij hebben gemaakt. En maak je geen illusies. De kracht van social media. Mensen, kijk, de bevolking is vrij laag geschoold. Mm-hmm. Gemiddeld, ja. Ja, het gemiddeld. De moment je iets zet, moet je kijken. En het is een hele opzet dat er met fake accounts worden gereageerd. De moment Gentle Hellings iets zegt, dan ga je horen dat, hey, waar waren jullie 10 jaar geleden? Waar waren jullie dingen? Of jullie voeren opdrachten uit in NDP, noem maar op. Ja, je wordt altijd, inderdaad. Die boter zou maar dan. Zat Hellings met Gentle Abrahams in de achterkamer. Maar heeft iets aan het leven allemaal, men refereert direct naar waar was je dit, waar was je dat. Allemaal, terwijl we nu moeten praten allemaal over BS-verhalen. Toch? Oké, ik laat me daardoor niet tegenhouden. Maar het gros van de mensen, het moment ze iets proberen te zeggen, en er wordt dus met die fake accounts gereageerd, kruipen ze direct terug in de schulp. Ja. Mensen zijn bang. Toch? Mensen zijn bang. Mensen worden ook bang gemaakt. De overheid is onze grootste werkgever. En mensen worden bedreigd in hun baan. Ja. Toch? En als je het nu aan zo moeilijk hebt. Er is bullying. Er worden allerlei dingen op social media gedaan. Dus ik denk dat men daarvoor ook bang is. Precies toch. En maar hoe lang ga je bang blijven? Ja. Terwijl je verpaupert, terwijl je verzuipt. Weet je, het is, Ik ga soms boodschappen halen. Ik ben niet een man die elke keer boodschappen gaat halen. Maar ik ga soms boodschappen halen. En dan denk ik bij mezelf van, hoe doet een alleenstaande moeder met 2 kinderen? 2 kinderen die op de lagere school zitten. Hoe doet die persoon het? Want ik zie het toch. Ik betaal toch. Ik zie hoe weinig dingen je krijgt voor een bepaald bedrag. Een hele kleine zak. En dan denk je bij jezelf, maar dan, hoe doet die persoon die veel minder verdient? Elke keer als ik naar de winkel ga, is het 1000 of 1500 SRD die ik uitgeef. En dat zijn het niet eens echt dingen. Luxe artikelen. Het zijn broodbeleg en dat soort dingen. Ja. Weet je? Elke keer is het 1000, 1500 SRD. En als ik mijn bijjobs niet deed, toch even mijn hustle,
zou ik me die levensstandaard ook niet kunnen aanmeten. Ja. En natuurlijk, je hebt dan ook nog kinderen. Ik kan het nu nog, ik ben niet zo oud, maar je merkt dat ik mijn komoren ouro. En bijna de kwaliteit van je gezinsleven zelf gaat achteruit, want je bent de hele tijd bezig te struggelen om geld naar binnen te brengen. Dat je bijna geen tijd hebt voor quality time voor je familie. Ja, dat is natuurlijk ook een kwaliteit. En het is nog maar de vraag hoe lang we dit willen pikken. Gaan we hebben wachten op een andere kies. Precies, toch? En die vorige regering heeft er uiteraard ook een puinhoop van gemaakt. Moet ook gezegd worden. Maar dat rechtvaardigt niet wat er nu gedaan wordt. Nee. Toch? En men moet die de indruk wekken alsof wij de keuze hebben tussen twee partijen. En dat we steeds bezig gaan zijn met hoppen. Of dat we steeds bezig gaan zijn met stuivertje verwisselen. NDP of VAP. Alsof Suriname niet beter kan dan dat. Gestuurd door deze of gene politieke partij. Maar ik zeg het nu wel. Het wordt nu wel gortig. En ik ben in 80 geboren. Maar min oké, grokonde allerlees te meet. Allerlees wanneer je denkt dat we op het punt zijn om die overstap te maken, moeten we terug gaan naar een aanpassingsprogramma. Of moeten we weer gaan inleveren? Kijk. We zijn van de generatie die nu wat al de derde keer of zo een crash meemaken. Ik denk van wanneer gaat het nou eindelijk gewoon goed gaan en goed blijven? En ik heb geleerd dat eten je was koro, dan ga je om het een beetje beter te hebben. Ja. Nu heb je een academische opleiding. Je hebt twee opleidingen. En dan moet je apart hosselen. Ik bedoel, dat wil je nageslacht toch niet achterlaten. Om elke keer weer een piek te bereiken, terug te gaan. Ik bedoel, het is ook geen toekomst voor je kinderen. Maar je motiveert mensen ook niet meer om naar school te gaan. Want wat voor zin heeft het dat als je toch 6 andere banen erbij moet hebben? Ik maak zelf mee in mijn persoonlijk leven. En mijn is geen vertakking. Toch? Mijn bouw mee ook zo. En dan... Mijn pot full airconditioning, mijn pot mee ook zo. Nu... is helemaal eerkoos een straf. Ja. Toch? Ik ben vanaf vorige maand heb ik die kleine ventilatoren gekocht. Wanneer in het leven maak je dit? Je maakt dit. No, ik go dat zee. Toch waarmee zijn we bezig? En een kleine ventilator, ik heb gisteren eentje gekocht. Is 450 SRD? Nee, de normale worden 16 inch. Oh, nee. Dat is bijna 1200 SRD. Omdat ik heb gezegd, ik ga letten op mijn energieverbruik. Dus... in plaats van die airco aan nu. Maar die airco die niet aangaat, die gaat op den duur ook kapot gaan. Ja. Daarbij zit je weer in de schulden op den duur. Want, snap je? Dus het is een soort cirkel. En ik zeg, het moet nu echt gaan ophouden, boy. Echt waar. Er wordt van de bevolking verwacht dat we steeds moeten inleveren. Kijk, ik was positief gestemd. Op den duur mijn kroeto, want mijn vriend, ik kan kooi mijn money zo. Maar ik heb ingeleverd. Maar dat ding lijkt een gebed zonder eind. Weet je, en men komt maar zeggen, er is licht aan het eind van de tunnel. Maar dat soort van ja. Ik zie niks. Ik wil inleveren om te weten dat aan het einde van de rit gaan we daar zijn. Maar ik kan niet steeds blijven inleveren. En dan zie ik wat er gebeurt. En daar zitten politici, hun familie, hun vrienden. Ze zitten zichzelf te zegenen. En zitten op konto van de belastingbetaler een elite leven te leiden. En nu hoor je niemand, hè? Je hoort niemand. Want men wacht. Wanneer het counterbericht komt, dan gaat de president... Ik kan je het op een briefje geven hoe het meegaat, hoe het in de Nationale Assemblee gaat gaan. De president gaat ratelen aan één, toch? En dan gaat hij het zogenaamd verdedigen. En dan gaat hij zeggen dat hij een commissie heeft ingesteld. Ja, toch? Standaard. En dat die commissie bezig is. Ik kan me niet voorstellen, maar ik ga je eerlijk... Ik ben open, eerlijk, we zijn kritisch, we schelden niet uit. Niemand kan ons komen pakken om ons te brengen naar... een of andere strafinrichting. Maar we blijven kritisch. En we gaan het gewoon zeggen. En ik ga zeggen, deze president heeft getoond dat hij het niet kan. En waar heeft hij het getoond? We kunnen geen schandaal hebben met grond en al dat soort zaken. En de minister heeft nog steeds niet die lijst van die president gebracht. Maar ze heeft geen respect voor de president, dat is duidelijk. Ik bespreek de minister niet. Ik vind, er is een issue nu gaande. Als we de minister toch? Moeten bespreken, dan moeten we Nee, Eva. Als de president vraagt, breng de stukken. En tot nu toe heb je de stukje niet. De minister is ook niet gevrijwaard van kritiek. Niemand staat boven kritiek. Als we de president moeten bekritiseren, gaan we hem bekritiseren. Als de president niet naar ons wil luisteren, laat hij naar zijn voorgangers kijken. Ja. Toch? Laten we het beste voorbeeld nemen. President Venetiaan. Isama Mekasani, dat was schandaal. Dat
Tano, president, de papieren voor zij staat op haar ministerie. Maar man, het is ook voor je eigen, voor je imago toch? Ook die, ik roep die VAP'ers op. Het is jullie voorzitter. Het is onze president. Maar ik roep die VAP'ers op om druk erop te leggen dat deze kies zo snel als mogelijk, dat het opheldering, als die minister even een stap op de plaats moet maken, laat voor het onderzoek, laat dat gebeuren. Maar dit kan je niet doen met je voorzitter. Dit kan je niet laten gebeuren met je voorzitter. Dit kan de president niet over zich heen laten. Wanneer, even, ik ben de klus even. Wanneer is dat ding als breaking news naar binnen gekomen? Zo kan je dat weer takken. Nee, die ammonie, dat geld is... Ergens. Kijk, we zijn verder en er is niks gekomen. Alleen de minister van Defensie is een beetje uitleg komen. Dat is alleen omdat de VP is weggelopen, dus dat moest mevrouw Matourad maar doen. Minister van Defensie, minister ad interim voor Financiën. Ja, waar is de minister van? Waar is de minister van Financiën? Uitlandig. En dan, ik weet niet waar. Nee, even. Gisterochtend heeft hij wel bij ABC, want ABC is... Nee, maar er is een staatsmedium toch? Waarom is er geen persconferentie gekomen om het volk te informeren wat er gebeurt? Dus met andere woorden, ze hebben scheid te maken aan het volk. Maar ik denk dat ze ook, want daar gaan we even terug op wat meneer Hellings een beetje eerder zei, die soort arrogantie waarmee ze bepaalde dingen doen. Ik denk dat omdat ze weten van, hey, er komt nu een heisa naar buiten, Surinamers raken verhit. Maar een week is het verhit. En dan gaan we naar de volgende. Ja, de volgende soap. Daar lijkt het eigenlijk wel op. En ik denk dat ze dat weten. Ik denk dat ze ook ons niet serieus nemen als Surinaams volk. En denken van, ach, ze mopperen even, maar daarna gaat, we gaan gewoon verder met wat we doen. Ik denk dat het tijd wordt om de mensen de kracht van dit volk te laten zien. Ik denk echt dat het tijd wordt dat Surinamers uit hun holen kruipen. En allerlei dingen verzinnen. En allerlei redenen opsommen om geen signaal te laten zien aan deze regering. Ik denk dat het tijd wordt. En ik kan u nu al zeggen dat ik mij niet ga laten intimideren. Want voor mij is de maat nu ook al vol geworden. En oké, Rocco, je hebt niet lang aan dat toepadraai, daar ben je steeds bezig te overleven. Ik is zoals het bij toepadraai. Toepadraai. Jullie zijn drie geschoolde mensen, hardwerkende mensen, Surinamers. Hebben jullie voor jezelf, denk je, het punt bereikt van tot hier en niet verder, ik ben bereid op straat te komen, ongeacht de consequenties? Ik ben al bereid om op straat te komen. Ik had me voorgenomen om tegen 45 jaar naar Honolulu te gaan. Ik zie dat ik het op mijn 60ste niet ga kunnen doen als we op deze manier doorgaan. Toch? En ik heb gezegd, mijn rok of mijn rok of mijn straf, mijn rok of nyang. Toch? En dat zei, precies, je zal niet je hele leven lang bezig zijn op die piramide van Maslow. En steeds is bij op die eerste echelon, want je bent steeds nog bezig met die fysiologische behoeften. Ja, eten, baden, drinken, poepen, slapen. Waarom is je wel bezig? Een simpele ticket naar Nederland nu is tegenwoordig zeker 50.000 SRD. Ja, precies. En ik ga eens op vakantie. Ja, als ik naar Nederland ga, is het om mijn dochter te zien. Maar laten we zeggen, zelfs naar het Caribisch gebied. Zou ik niet kunnen gaan? Er is geen, ik heb geen reserve. Want als ik alle de jobs aan me doe, moet dat in de pot gaan. Mm-hmm. Moet dat in de pot gaan en de opvoeding, onderhoud van die kinderen. Terwijl je dat moet doen, daar zitten exponenten uit de regering. Of mensen die, family en friends, mensen die de regering goed gezind zijn. Die zitten zichzelf gewoon te verrijken. Wie schop je 40 miljoen overnight? Amoni langa. Als iemand me 40 miljoen geeft, ga ik morgen naar de Duitsburgland en ik groet Kensen. Dat is het gedaan. Ik wil investeren, Amoni. Weet je wat ik vind? Ik vind persoonlijk dat het, als je het aan mij vraagt, één reden te veel is. Eén case te veel. En look, in het begin had ik zoiets van, hoe doe zo wani? Hoe begin ik bijna wat bakondere? Maar toen realiseer ik me dat, nou joh. Toen ik 18 was, had ik de gelegenheid om naar het buitenland te gaan. Ik heb het niet gedaan, ik heb voor Suriname gekozen. Dan moet ik begin maar nou, Abib Ching. Dan moet ik doe zo wani, hoe begin ik bij. Nou joh, brief meer, effectie moest vetten, hoe dat ready era. Ik heb 7 jaar in het buitenland gewoond en ik heb bewust gekozen om terug te komen naar mijn land. Om je toch te helpen opbouwen en iets na te laten. En Suriname naar hogere hoogtes te tillen. Dat doet het ontzettend pijn als je nu kijkt waar we nu vandaag de dag zijn. Marleen, ben jij ready om op straat te gaan? Ik heb alleen goddelijke vrees.
Wie deze vrouw niet kent, weet het niet, maar ik heb alleen goddelijke vrees. Ik ben niet bang voor het systeem. Ik ben niet bang voor mensen als mij, want Sikina basif alasma. Toch? En ik heb gezegd, in principe hoor, had ik gezegd van de pot op met Suriname. Dat had ik in mijn achterhoofd al gezet. En ik ben bezig echt mijn mind op te maken. Om te vertrekken? Serieus. Ik ben echt bezig mijn mind op te maken. Maar dat alles dat ik hier heb opgebouwd, dat is even nu, op dit moment, de issue voor mij. Maar zelf zie ik... ik denk niet dat er zijn mensen die net als ons zijn, maar ze willen niet op de voorgrond treden. En dat deel dat op de voorgrond treedt, heeft een tweede agenda. En je ziet dat de politiek verschikt is. Ja, maar niet normaal. Politieke organisaties die een kans hebben om de one te zijn om het te doen, die gedragen zich als... Bedoel je de NPS? Ik bedoel de NPS, ja. Toch, ik had meer van ze verwacht. En ze zijn zichzelf aan het kapot maken. Maar het is triest. En Miki Sari, gisteren luisterde ik naar een interview van een jonge heer. Ik ken hem niet. Hij heeft me ook emotioneel gemaakt toen hij sprak over Suriname. En op datzelfde punt ben ik ook. Ik heb tegen mezelf gezegd, als er nu een missie gaat zijn om massaal op te komen als Surinamers, ben ik er 100% in. Maar mino giski zomaar. Ja. Toch? We gaan ook nog in don sani. We gaan het goed aankijken en we gaan kijken, want we weten wat er is gebeurd in de meidagen. Er zijn grote opkomsten geweest, uiteindelijk. Is dat oud stelletje weer? Dat is het ook. En dat gebeurt vaker. En daarom denk ik ook dat mensen geen hoop meer hebben in protestacties. Ja, mensen gedragen zich vaak genoeg ook als keyboard warriors. Mensen verwachten dat je daar gaat om te protesteren. Maar op het moment die de man komt, kan de man kiezen of je in het regiment of je in slag komt. En als je om je heen kijkt, dan tangalanga naar je weken. Weet je? Ja, ik heb gezegd, als ik moet gaan protesteren, wie is me wat moet go? Ga ik. Je wacht niet op anderen. Nee, ik wacht niet op mensen. Als ik moet gaan protesteren, mijn wacht is maar. Mijn kaars maar kon aanbakken. Omdat ik vind dat je niet op die gezichten moet zitten wachten. Mm-hmm. Toch? Als je gaat protesteren, dan is het omdat je iets hebt meegemaakt en dat ding is heel onaangenaam. Je bent niet daar om hellings een plezier te doen of omdat het een uitje is om met hellings te gaan protesteren. Precies. Je bent daar omdat je ook gebukt gaat onder die situatie en jezelf vindt dat tot hier en niet verder. Mm-hmm. Je gaat niet daarom hellingse genoegen te doen. Daarom ga ik geen mensen oproepen om te komen protesteren. Omdat Timmy Fieri dat ik niet moet protesteren. Gaat u me nadrukkelijk zien dat ik ga protesteren? Ik vind dat een hele sterke boodschap, want ik word continu verweten dat ik niet ga en mensen niet oproep. Maar ik vind ook van ja... Mensen moeten eens leren de verantwoordelijkheid te nemen. En dat ze niet steeds anderen de schuld in de schoenen moeten schuiven. Je moet niet op mensen wachten om voor jou de kastanjes uit het vuur te halen. Maja, mag ik even... Als je wil protesteren, Iwan Guadiana. Guadiana dat we protesteren. Mm-hmm. Ik wil even een oproep doen aan de mensen, want er zijn mensen in die politieke partijen die nu deel zijn van de coalitie. En ze vinden het erg wat er allemaal gebeurt in de regering. Maar ik wil die mensen oproepen om niet in hun WhatsApp-groepen toch hun leiders te slemen. Hun leiders op een voetstuk te plaatsen. Ze moeten kritisch zijn naar hun leiders. Toch? Ik weet dat ze dat niet doen. Toch? Laat die mensen hun organisaties proberen te zuiveren. Toch? Ik weet niet of dit tot hun door kan dringen, maar het kan zo niet verder. En dat er jongeren van onze leeftijd zijn die zich nu al zo'n stigma hebben gegeven. Ja. Zichzelf al zo'n stigma hebben gegeven. Staan jullie op. Toch? Wezen jullie de verandering in je eigen organisatie. Toch? Suriname gaat te grabbel. We kunnen als we 40 miljoen toestanden zitten in de doofpot. Gun ik Suriname de olie-tijdperk, de oil-and-gas-tijdperk niet. Ja, dat gaan we
Men gaat sjoemelen met ons en onze toekomst. Dus we hebben onze laatste, is onze laatste bron. We hebben mijnbouw, toch? Mijnbouw is een 100 jaar. Kan je zeggen, hebben we bijna niet of we hebben niet goed gebruik, toch? Landbouw. Onze generatie gaat niet in de landbouw. Nee, ik geloof nog steeds in de landbouw. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Nee, maar het gaat erom dat het niet goed is benut. Toch? En natuurlijk, oil and gas die we nu hebben, toch, moet ons redden hieruit. Maar we gaan onszelf niet kunnen redden als er een corruptieve mind is. Ik moet echt excuseren. Sluit af. Beste kijkers, het was een zeer spannend gesprek. We hebben bijna 2000 mensen die het volgen, maar de boodschap was duidelijk: stand up. Dat was het voor Raoul Hellings, Marleen Cameron, Sergio Gentle. We zullen ze binnenkort wel weer een keertje spreken wanneer ze wat meer vrije tijd hebben. Want zoals ze hebben aangegeven, het zijn hele drukke Surinamers. We sluiten af voor dit item. Fijne dag en tot ziens. Je evenement, party of any other entertainment, promote je het best in Wat is Gaande. Wat is Gaande is een social media product van DTV Express. Wij komen op jouw gewenste locatie, compleet met cameracrew, en geven jou de gelegenheid live jouw evenement of party te promoten. Contact onze redactie via DTV Express.